van die Olympiahallen waren er nog, of de Apollohallen. De badminton, en korfbal. Korfbal was dan hier bij Slotermeer. En dan met zo'n kolenschop in zo'n kruis. Dat ergens me toe. Als je dat gaat meten, is korfbal de ergste. Dan denk ik, ja, waarom gaat een man op korfbal om die korte jurkje te gaan banjeren? Dit is de schoelier daar op korfbal. En die hele familie van mij, dat was de familie van Ria, mijn vrouw, dat was allemaal korfbal, kano-sport en badminton. Badminton, kanoën. Synchroon zwemmen, een neef van me met zo'n klein slippie, ik heb hem wel eens gezien. Synchroon zwemmen, hup, ze kennen me doven en de camera beneden, ze hebben sowieso hol te kijken. Smeel op. Dit is rugby. Die hele familie, die was allemaal van die sporten die me geen ene reet, geen ene reet to deze, weet je wel. Ik ging met vrienden, met Kareltje en Johan, gingen we uit de buurt Kiekeboe, gingen we naar Assen. Dan gingen we dan kijken naar de 50cc, de koningsklasse, alle dat zijn ons helemaal niet. 50cc, motortjes, brommetjes, opgevoed, 160 kilometer hoor, op Assen. Hupsakee, op de knietjes, door de bocht heen. En dat waren jongens, en ze van die leren pakjes met zo'n snerpertje uitlaatje. En ze waren net een zwerm wespen die achter elkaar aangingen. En hard hoor. Hard al toen zo'n pot, helmpie, klein kopje, en dan gingen ze gewoon, oh. En dan aten we op die tribune nooit patat of kroket of frikadellen, maar ananas. We werden ook wel de ananas boys uit Amsterdam. Waarom weet ik ook niet. Maar goed, dus die synchroonzwemmer, die neef van me, die zegt tegen mijn vrouw, hier wat jij zou moeten doen, curling. Twee van die min dobbelstenen aan weerszijden, zie je met zo'n schroppertje. Zie ze proberen dat warm te maken, dat ijs schijnbaar om hem op zijn doel af te laten gaan. En toen is dus Olympisch kampioen. Ik ben toch weer in de televisie gaan zitten. Ik zei, ik geef me nog een knipoogie. En toen gingen ze dus, die twee dobbelsteentjes, die waren aan het vegen. En er achteraan komt zo uit het niets, zie je haar zo voorbij gaan. Het is een soort discus werd. Ze bewoog geen millimeter. Het is even zo'n... Zo'n knipoogie, en toen ging het iets verder, die camera in volgen, je ziet opeens die enorme... Je ziet opeens die enorme togers van erin beeld komen, het lijkt wel een maanverduistering. Gewoon die enorme dikke reet, maar daar moest ik wel vreselijk om lachen. Ik zou er niet een jaar dat er ook eens op kloten. Genoeg van het vinkje. Het is gewoon eens mee te luisteren, vinkje. Dat gelul, dan zit hij op te schrijven, dan gaat hij in een rapportje schrijven of ik het allemaal wel goed gedaan heb. Op zijn Frans, je patron, je sure tapagne, weer. Dan zit hij heel eenzaam, zit hij in een hotelkamer, die hebben ze afgehuurd voor hem. Dan zit het allemaal Poolse prostituee, zit in het Bastion Hotel. En als hij dan klaar komt, dan loopt hij helemaal leeg. Al die bandjes die gaan dan, hup, als je ventiel eruit trekt. Helemaal uitgerukt. Hupsakee, daar gaan we een cognacie. In één klap, naar binnen met hem.